Goedenavond allemaal en welkom bij deze Zoom over borstbehandelingen en medische thermografie. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent en mocht je dit later nog willen terugkijken, dat kan natuurlijk, want er wordt een opname van gemaakt en die kun je vinden op de site van de Groene Zuster bij presentaties. Ik wil eerst even het woord geven aan Janine, want ja, Janine gaat zichzelf even voorstellen. Ja, laat ik dat doen. Dankjewel Francine en super fijn om dit weer samen te mogen doen. Mijn naam is Janine de Wolf. We hebben daar volgens mij ook een hele mooie sheet van inmiddels, of niet? We scrollen een beetje tussen de sheets door allemaal. Dat allereerst. Nou, mijn naam is Janine de Wolf. Ik ben natuurgeneeskundig therapeut, zoals ze dat dan noemen. En ik ben dat vanuit de massagetherapie. Dus van oorsprong ben ik massagetherapeut. En gaandeweg de jaren heb ik mezelf ontwikkeld tot een therapeut voor vrouwen. Dus ik ben gespecialiseerd in cyclus vruchtbaarheid. En in borstgezondheid. En dat is de reden waarom we hier zitten vanavond. Ik heb in... God, welk jaar is het geweest? Ik weet het niet eens meer. Ik was 17, heb ik een borstverkleinende operatie gehad. En die is allesbehalve soepel verlopen. Dus ik heb een 2 maal een ademstilstand gehad tijdens de operatie. En 1 maal een bijna doodervaring toen ik weer terug was op zaal. Dus die operatie is best wel traumatisch geweest. Dat heb ik me toen eigenlijk niet zo goed gerealiseerd. Pas toen ik vele jaren later in mijn praktijk een dame kreeg die tegen mij zei... Goh, ik heb van de week een borstbehandeling gehad. Ken je dat? Toen stond ik echt met mijn oren te klapperen. Want ik had daar uiteraard, denk ik, toen de tijd nog nooit van gehoord. En ik kan me nog herinneren, zij pakte de borsten vast en zei... Ze voelen weer als van mij. En ik kon op dat moment echt... Iedere cel in mijn lichaam die reageerde daarop met een ongelooflijk diep verlangen. Wat schreeuwde, dat wil ik ook. En ik kon ook gelijk voelen dat ik daar iets mee te doen had in mijn praktijk. Dus ik heb me eerst opgegeven voor de opleiding. En toen ben ik mijn eerste behandeling ingegaan. En dat was eigenlijk voor mij zo'n ontzettende heling. Dat ik dacht, ja, dit is wat ik te doen heb. Dit mag in mijn praktijk ook aangeboden worden. Dus dat doe ik nu al een aantal jaren en steeds verder gaat de ontwikkeling in borstgezondheid steeds dieper en steeds meer opleidingen. Het wordt gelukkig ook steeds bekender. Daar zit de samenwerking met de thermografie van de Groene Zuster natuurlijk bij in. Omdat we eigenlijk alle twee een passie hebben voor borstgezondheid. Dus we verwijzen naar elkaar door. Voor de thermografie. En nou ja, Francine verwijst dan de dames door die daarvoor, hè, als daar een advies uitkomt, naar mijn praktijk. En nou ja, vice versa. Als ik dames in mijn praktijk heb waarvan ik denk, dat is misschien wel een keertje handig, dan verwijs ik dolgraag door naar de thermografie. En ja, ik heb een praktijk in Duiven, Westervoort. Dat ligt alle twee vlak naast Arnhem. En ik ben eens in de maand ben ik aanwezig in Rotterdam, Den Haag en Vught. Dus ik ben reis heerlijk door het land heen, eigenlijk. Ja, ja. Dat is wie ik ben. Geweldig, Janine. Ja, heerlijk om te horen. Ja. Leuk ook om te horen waar je vandaan komt. Hè? Van, ja. Vanuit zo'n eigen ervaring, dat je denkt van, oh, dit is voor mij. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja, komt dan niet voor niks op je pad. Nee. Vind je het goed als ik heel even vertel over waar ik vandaan kom, de Groene Zuster, dat iedereen... Moet even kijken, we moeten eventjes door die... Daar, ja. Oh, die slides, ja, die slides die gaan niet zo vlot. Oh, wacht even. Daar waren we al, ja, oké. Okay. Nou, mijn naam is Francine van Broekhoven. Ik heb vroeger een praktijk voor acupunctuur gehad. Ik heb de ervaring gehad dat mijn moeder is overleden aan de gevolgen van borstkanker. En toen zij was overleden, dacht ik echt van, wat is hier gebeurd? Zij was natuurgeneeskundige, ik acupuncturist. En hoe kon het dat wij niks wisten over borsten? Ik ben dat na haar dood gaan onderzoeken en kijken van, maar wat waren er dan voor preventieve tips geweest? En nou, ik schrok me rot, er was gewoon helemaal niks. En dat was 2012. Ik bedoel, dat is nog maar net geleden. En ik dacht, ja, daar moet iets in veranderen. Wat kunnen vrouwen dan doen? En een van de dingen die ik vond online was thermografie. En ik dacht, ja, dat moet iemand nou eens gaan doen. Maar ja. Die het roept, die moet het dan maar gaan doen. Hè? En zo ben ik dus begonnen met die thermografie. Ik ben naar Amerika gegaan. Ik heb mijn opleiding daar gedaan. En
Ja, dat heb ik meegenomen terug naar Nederland. En ik ben in 2013 begonnen met de thermografie. Inmiddels dacht ik van ja, ik kan er wel een boek over schrijven. Dus dat heb ik gedaan. Dat is in het Nederlands uitgekomen. Is in 2019 ook in het Engels uitgekomen nog. Ik ben inmiddels ook president van de Internationale Beroepsvereniging. En oprichter van de Groene Zuster. We hebben ook een magazine. We zitten op 22 plaatsen in Nederland en België met de thermografie. En die thermografie doe ik inmiddels niet alleen. Dat doe ik samen met Frauke Boer en Monique Wanders. En achter de schermen hebben we dan natuurlijk ook nog Irene en Ilse. En binnenkort ook nog Charlotte, onze social media assistent. Dus nou, de hele organisatie die al groeit. Alles om ervoor te zorgen dat we vrouwen optimaal kunnen bedienen met die thermografie. Nou, daardoor heb ik, omdat ik meer dan 6000 borstonderzoeken heb gedaan, heb ik zoveel ervaring gekregen in van wat kunnen vrouwen nou eigenlijk doen om die borstgezondheid te verbeteren. En een van die dingen is dus inderdaad doorverwijzen naar borstweefseltherapeuten zoals Janine. Dus Janine, ik geef jou graag er even het woord. Oh ja, als je een vraag hebt, zet hem gewoon in de chat. Ik heb de chat hier openstaan, dus ik zie al je vragen binnenkomen. Je hoeft echt niet te wachten tot het einde van de presentatie. We doen het gewoon lekker tussendoor. En we zullen ook met die slides wat heen en weer gaan. Als je ook wil weten, hoe werkt dat dan, thermografie? Dan kan ik dat gerust nog uitleggen. Maar sommigen van jullie weten dat misschien al wel. Dus als je vragen hebt, zet het in de chat. En dan gaan we het gewoon live voor je beantwoorden. Precies. Ja. Heerlijk rommelig en heen en weer. Net zoals bij een live presentatie. Gewoon in een zaal. Ja, precies zoals we het in de zaal ook doen. Precies. Ja, okay. Precies. Even kijken hoor. We gaan terug naar jou, Janine. Ja, dat is goed. Dat is goed. Even kijken. Waar wil je beginnen? Hier? Ja, ergens daar. Bij de detox. Bij de detox ergens. Ja, weet je, er zit voor mij nog een stukje voor die detox. Want wat me eigenlijk altijd verbaasd heeft, is dat we zo weinig weten over borstverzorging. Hè? Je raakte het net zelf ook al aan. Toen jouw moeder ziek werd, gediagnosticeerd werd, dat jullie er eigenlijk helemaal niks van wisten. En dat er zo weinig te vinden was. En dat is er eigenlijk nog steeds. Er is weinig te vinden. Gelukkig wel steeds meer. Maar ik denk dat als we kijken naar het leven van een vrouw, dan worden we voornamelijk... Wat we geleerd krijgen is op basis van angst. En niet op basis van liefde. En we krijgen hem eigenlijk grofweg te horen van... pas maar op, straks word je 50 en dan krijg je kanker. Dat is eigenlijk wat ze om en nabij zo melden. En ik kan me herinneren dat die angst er bij mij eigenlijk ook in zat. En totdat ik met dit stuk in aanraking kwam en ik me realiseerde van... Ja, maar dat is dus al die informatie die ik tot nu toe gehad heb, is op basis van angst. En niet op basis van liefde. Het is angst voor aandoeningen in de breedste zin van het woord. En juist de liefde zorgt dat het zelfhelend vermogen van ons lichaam geactiveerd wordt en beter functioneert. Dus... voor mij is voorlichting op basis van liefde, van wat kun je nou doen om goed voor je borst te zorgen, is voor mij heel erg belangrijk geworden. En ik merk dat bij de dames bij mij in de praktijk, van wat is eigenlijk de grootste vraag, wat kun je nou doen om goed voor jezelf te zorgen en om te voorkomen, dat preventieve aspect, om te voorkomen dat je... last krijgt van je borsten. In welke vorm dan ook. En borstbehandeling is daar één van. Er zijn heel veel verschillende manieren om goed voor je borsten te zorgen. En wat belangrijk is bij borstverzorging is om te weten dat de borst voor een heel groot gedeelte uit vetweefsel bestaat. En het lichaam heeft de neiging om afvalstoffen op te slaan in vet. Nou, dan hebben we natuurlijk het buikschort. Dat is van vet. Maar ook de borsten. Want de borsten bestaan voor een groot deel uit vet. En het lichaam vindt het heel erg fijn om daar de afvalstoffen in op te slaan. Anatomisch zou je denken, het ligt heel dicht bij het hart. Hè? Je hebt de borst en het hart ligt erachter. Maar daar ligt nog een ribbenkast tussen. Daar zitten nog allerlei vliezen tussen. Dus in dat opzicht is het voor het lichaam veilig om afvalstoffen in een borst op te slaan. Daar gaan we niet zo snel aan dood. Hè? Opslaan in het hart wordt lastiger voor het lichaam. En
We slaan afvalstoffen op, we slaan emoties op, we slaan herinneringen op. En alles bij elkaar hebben we het dan ook te maken met celgeheugen. En we zien dan ook dat op het moment dat we met borsten aan het werk gaan, dat we gaan detoxen. Daan, de detox van de borsten. Dus de afvalstoffen gaan er steeds meer uit. En we zien dat er soms ook gewoon herinneringen of emoties geraakt worden die opgeslagen liggen in de borsten, waarvan we niet wisten dat ze daar nog zaten. Herinneringen die ineens naar boven komen, dat je denkt van waar komt dit dan vandaan? Nou, dat is dus celgeheugen. Dat zit dus in die borst opgeslagen. En dat is waar we mee werken. Dat is wat we met ons meedragen, dus ook in onze borsten. En de een meer dan de ander. De een heeft daar meer aanleg voor dan de ander. Maar het is allemaal gaat het over uiteindelijk detox van de borsten. En dat doen we dus onder andere door een borstbehandeling te geven. Dat we daarmee gaan detoxen. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld gaan droogborstelen. We roepen altijd heel graag, trek die BH nou eens wat vaker uit. Doe eens geen beugel in je BH. Zelfmassage, deo, die natuurlijk mag zijn. Dus de deo's die je eigenlijk bij wijze van spreken zou kunnen eten. Niet dat ik dat zou willen, maar op het moment dat je het zelf kan eten, dan is het veilig genoeg om ook op je lichaam te smeren. En er zijn heel veel producten op de markt die niet veilig zijn. Ik had onlangs een klant, en ik weet dat ze er nu ook bij is, die ook het idee had van, nou, ik heb een goede deo, een deo zonder magnesium. En puntje bij paaltje bleek daar dus ook gewoon magnesium in te zitten. En dat zijn stoffen die gewoon niet zo goed zijn voor het lichaam. Sterker nog, die zijn schadelijk voor het lichaam. Magnesium, zeg je? Je zegt ja. Magnesium? Magnesium. Oké. Okay. Sorry, aluminium. Mijn okay. Excuses. Ja, heel goed, dankjewel. Aluminium. Thank you. Thanks. Dus, drukke week gehad. Ja. Aluminium. Yes. Half Nederland neemt magnesiumtabletten. Ja, dus. Precies daarom. Ik denk ineens magnesium. Wat zeg jij dan? Magnesium? Ik denk, oh, dat zeg ik zelf. Dat is niet handig. Ja. Nee, het gaat dus over aluminium. Aluminium is niet goed voor het lichaam. En dat verstopt voor een groot deel ook de cellen. Waardoor je het lichaam dus gewoon het afvalstoffen niet meer af kan voeren. BH dragen, precies hetzelfde. Die beugel die zit aan de zijkant te drukken. En aan die zijkant lopen het gros van de lymfevaten. Dus dat wordt dichtgedrukt. Dus je bent aan het bewegen over de dag heen. Wat het lichaam nodig heeft om afvalstoffen überhaupt kwijt te kunnen. En vervolgens zijn we, ja, ik zeg altijd, we zijn de zolder aan het leegruimen terwijl de voordeur dicht zit. Het kan er niet uit. Je bent het dus wel naar beneden aan het halen. Dus het gaat wel naar de zijkant toe. Maar vervolgens kan het nergens heen. En dat vinden borsten op de lange termijn gewoon niet zo'n goed plan. Dus ja, in dat opzicht, detox voor de borsten is super belangrijk. Echt super belangrijk. Volgens mij mag je door naar het volgende sheet. Ja, nou, als jullie ook vragen hebben, zet gerust die vragen in de chatbox. Want ik heb de chatbox hier gewoon openstaan. Dus als je vragen hebt, laat maar weten. Helemaal goed. Hoe lang doe je die borstweefselbehandelingen, borstbehandelingen, littekenbehandelingen doe je nu ook? Ja. Hoe lang ik dat doe? Ja. Oké. Okay. Een jaar of 3, denk ik. 4, zoiets. Time flies. Ik durf niet eens met zekerheid te zeggen wanneer ik mijn diploma heb gehaald. Oké, okay, ja. Ik denk dat het 2017 is geweest, dus dat zal nu 4 jaar zijn. Ja. Ja? 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 Al heel wat borsten in mijn handen gehad. Ja, precies. Ja. Er komt meteen al een vraag binnen. En dat is de vraag, hoe zit het met de vaccins tegen corona? Welke invloed heeft dit op de borsten? Oh. Ja, ik heb net 2 weken geleden een post daarover gemaakt op Facebook. Want er komen alarmerende berichten, in ieder geval uit Amerika, van mijn collega's daar, thermografen, dat heel veel lymfe zodanig opgezet is in de oksels, dat er vals positieve uitslagen komen bij de mammogrammen. Dus ik heb vrouwen al geadviseerd in dat Facebookbericht van, als je een coronavaccin wilt hebben, laat hem dan in je bil zetten. In ieder geval weg van die oksels, weg van... Want kijk, als je het in je arm laat doen,
eerste plek die, ja, die we zien, is natuurlijk, of de eerste plek waar de lymfe is onder de oksel. Dat is zo dicht bij dat vaccin. Dus vandaar dat dat zwelt. Maar dat geeft dus heel veel vals positieve. Dus beter is dan, als je dat vaccin wil, laat hem in je beeld zetten. Wou jij er nog wat over zeggen, Janine? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is een bekend verschijnsel. Het is natuurlijk niet alleen voor dit vaccin. Het is volgens mij voor ieder vaccin wat gegeven wordt in een arm, wat dat risico levert. En ja, het gaat erom dat die vaccins in een spier gezet worden. En de meest gebruikte spieren zijn een bovenarm, een bovenbeen of een bil. Dus ja, ja. Doe vooral de bil, zeg ik altijd, want dan loop je eruit. Ja. Toen ik in het ziekenhuis werkte, lieten wij ook regelmatig de vaccins in onze bil zetten. Dan hadden we geen last van, want je loopt toch al de hele dag. Ja. Desiree IJspeert vraagt aan jou, Janine. Wat bedoel je precies met detox? Via een kruidenkuur of iets dergelijks? Of wat bedoel je anders? Ja, mooie vraag. Ja. Wat ik bedoel is dat op het moment dat we bijvoorbeeld een borstbehandeling gaan doen. En ik zal zo vertellen wat dat allemaal inhoudt. Dan sporen we eigenlijk het weefsel aan om in het bindweefsel, je ziet het eigenlijk op het plaatje staan, om meer ruimte te krijgen, waardoor afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden door het lymfesysteem en uiteindelijk ook door het bloedvatsysteem. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met detoxen. Dus de afvalstoffen die opgeslagen liggen in de borst, die kunnen door middel van het lymfesysteem en het bloedvatsysteem afgevoerd worden, het lichaam uit of naar een plek waar het verder verwerkt kan worden en daarna het lichaam uit. Dus dat is wat ik bedoel met detoxen. Ik hoop dat het zo helderder is voor je. Ja, en dat kan dus door middel van droogborstelen, BH uit, borsten moeten wiebelen, roep ik altijd. En maar dus ook door die borstbehandelingen van jullie, van jou. Precies. Ik kreeg de vraag, tenminste niet de vraag, het was eigenlijk inderdaad wat ik merk, laat ik het zo zeggen, dat veel vrouwen die de borstbehandelingen leren kennen, het regelmatig borstmassage noemen. En op een gegeven moment vroeg een van mijn klanten inderdaad aan mij van, goh, wat is nou het verschil? Nou, feitelijk, er is wel degelijk verschil. Een borstmassage. Als ik denk aan een borstmassage, dan zie ik iemand met olie die haar borsten masseert of gemasseerd krijgt. De borstbehandelingen zijn voor mij veel meer, hebben een therapeutisch aspect. We zijn bezig echt met de kwaliteit van het borstweefsel. En we behandelen zonder olie. Dus dat is een heel groot verschil tussen een borstbehandeling en een borstmassage. Voor mij in ieder geval. Hè. Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd spreek over een borstbehandeling. Ook omdat een borstmassage al heel snel in zo'n vaag, grijs, erotisch gebied zit. Op het moment dat ik het heb in mijn vak over, ik geef borstmassages, dan zie ik mensen echt zo kijken. En op het moment dat ik zeg, ik geef borstweefselbehandelingen of borstbehandelingen, dan, oh, wat is dat? Nee, dus dat maakt een groot verschil in de houding van mensen. En het heeft gewoon echt een therapeutisch aspect. Dus vandaar dat ik graag spreek over borstbehandelingen. En een borstbehandeling kan bij mij in ieder geval uit een aantal verschillende onderdelen bestaan. Dat is een bindweefselbehandeling. Dus we gaan veel meer het borstweefsel en het borstbindweefsel in. Door middel van kleine rekkingen en strekkingen in het borstweefsel en op het borstweefsel. En het gros van het borstweefsel is naast vetweefsel ook bindweefsel. Daarnaast doe ik de borstlymfedrainage. Ik doe littekenbehandeling. En ik doe litteken en lymfetaping. Dus dat allemaal valt bij mij onder een borstbehandeling. Dus borstweefsel, bindweefsel, littekenbehandeling, lymfedrainage. Het valt er allemaal onder de noemer borstbehandeling. En ik kijk eigenlijk per persoon van wat hebben jouw borsten nou nodig? Of wat heeft jouw borst nodig als er nog maar één is? Ja, oh, mooi Janine, dankjewel. Ja, graag gedaan. En Marion die geeft hier even een tip. Ze zegt, mijn osteopaat adviseerde mij veel chlorella te gebruiken. Mm-hmm. 15 per dag. Om ook de borstenafvalstoffen af te voeren. Ja, chlorella is natuurlijk
altijd fantastisch, hè? Ja. Het helpt de lever ook om goed te detoxen. Oké. Detoxen kan ook met kleefkruid, inderdaad. Beweegt de lymfe. Ja. Bindt afvalstoffen ook, zodat afvalstoffen beter afgevoerd worden door de lymfevaten. Dankjewel, Desiree. Ja, wat super dat je er bent. Desiree Groen is natuurlijk de lymfe opleidingstherapeut in Nederland. Hoe zeg ik dat? Zeg ik dat goed? Ja? Zeg ik misschien niet helemaal goed. Maar... Een grote lymfetherapeut opleider, ja, zeg maar. Absoluut, ja. Ja, oké. Ja, eens even kijken hoor. Misschien is het leuk als ik even iets vertel over van wat zien we dan met thermografie. Ja, graag. Eens even kijken, want we gaan eens even een paar plaatjes verder. Kijk, hier zie je dus hoe die lymfe helemaal loopt, hè, over de borst. Dit is een schematische tekening, hè, Francine? Ja, ja. Dus, maar dit is wel een hele belangrijke, hè, hier aan de zijkant. En als je hier die beugel aan de zijkant zet, dan kun je je dus voorstellen dat het heel moeilijk wordt voor de borst om lymfe af te voeren naar de oksel toe. Kijk, lymfe, ik noem lymfe altijd vuilophaaldienst. Lymfe moet dus die afvalstoffen wegnemen, zodat het naar de lymfeknopen kan gaan en waardoor het echt verwerkt kan worden, die afvalstoffen. Maar lymfe is ook een onderdeel van ons immuunsysteem. Dus stel dat er nou iets aan de hand is in die borst, dat er veel afvalstoffen zitten. Het lichaam creëert altijd kleine ontstekingen om ergens van af te komen. En dat moet je zien net als een splinter in je vinger. Als je die er niet uit krijgt, dan zweert die er wel uit. Weet je wel? Dus dat zijn die kleine ontstekingen. Maar als die dus niet goed weg kunnen uit de borsten, wat zal die borst dan gaan doen? Die borst die gaat om die afvalstoffen heen kleine bindweefseltjes vormen. En dat is hetzelfde als met implantaten. Vrouwen met borstimplantaten, die worden helemaal omkapseld door een bindweefsel om het lichaam te beschermen tegen die implantaten. He, want daar lekken nou eenmaal siliconen uit. Dat gebeurt gewoon altijd. En om het lichaam te beschermen maakt hij dus een kapsel. Dus dat doet het ook met die kleine afvalstoffen in de borsten. Dus als die lymfe niet goed kan afvoeren, kan het er ook natuurlijk niet goed naartoe. Door de beugel of dingen die strak zitten. En in het lymfevocht zitten ook nog hele goede stoffen die kunnen helpen met ontstekingen. Dus het is zo belangrijk dat borsten gaan wiebelen. He, dus ook als je een grote cupmaat hebt en je draagt een BH, kijk dan dat je toch af en toe eentje draagt zonder beugel of ook een dag niet. Maar in ieder geval, als je BH draagt, zorg dat je gaat droogborstelen. Bij ons op de website, misschien bij Janine ook wel, vind je filmpjes over het droogborstelen. Het is zo simpel als wat. Het is ook nog heerlijk. Dus nou goed, dit wilde ik nog even hierover vertellen. Over het droogborstelen, Francine. Ja. Bij jullie staat er inderdaad een filmpje op de site. Ik heb bij mij op de website een tapje staan met het, wat heet gratis. En daar kunnen vrouwen zich ook aanmelden voor de miniserie Borstgezondheid. En hoofdstuk 1 gaat over droogborstelen. En daar staat natuurlijk ook een plaatje in met een afbeeldingje met hoe dan droog te borstelen en uitleg en dat soort dingen. Ah, super. Het kan een mooie aanvulling zijn op elkaar. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Wat je hier ook ziet is... aan de linkerkant heb je die twee foto's. En op het moment dat wij zien dat lymfe echt betrokken is, dat gifstoffen dus geen kant meer op gaan, wat je dan vaak ziet in borsten op een thermogram, zijn die V-vormige patronen, I-vormig of W-vormig. Dat is precies de vorm die lymfe heeft. En dat zie je bijvoorbeeld bij die foto in grijs en rood en wit. Daar zie je ook die V-vormige patronen. Wat we ook heel vaak zien is bloedvatpatronen. En die kunnen bij de borsten echt komen en gaan. Dus op het moment dat dat het lichaam moeite heeft om goed te detoxen. Hè, dus de lever detox niet goed of de darmen kunnen het helemaal niet kwijt. Doe eens een keer een goede darmreinigingskuur. Om afvalstoffen echt af te voeren. Zodat je lever het ook weer kwijt kan aan die darmen. Dat zijn allemaal ontzettend belangrijke dingen die uiteindelijk ook heel goed zijn voor je borsten. Want kijk, als een vrouw met afvalstoffen zit, wat Janine in het begin ook al zei, je kunt het niet kwijt, je slaat het op in vetweefsel waar het geen kwaad kan. En het liefst buiten het lichaam. En dat zijn dus onze borsten. En wat we dan zien is, er is misschien wel een symmetrie
tussen de ene en de andere borst. Hè? Dus een laag niveau van zorg. Want symmetrie wil altijd zeggen, het niveau is nooit heel erg hoog. Maar toch is er ontzettend veel werk aan de winkel. Dus al deze foto's die je hier ziet, daar is echt werk aan de winkel. Die bovenste foto, in groen, hè, met dat rode patroon wat uit die oksel komt, dat is echt een asymmetrie. Kijk, de belangrijkste indicator voor thermografie, om te zien hoe het met die borsten is, is de asymmetrie in temperaturen. Dus niet of je ene borst groter is als de andere, die borsten moeten hetzelfde zijn. Ook al zijn ze verschillend in vorm, ook al zijn ze verschillend grootte, dat maakt niet uit, ze moeten dezelfde temperatuur hebben. Dus als één borst bijvoorbeeld heel erg verwarmd is, alsof die koorts heeft, dan denk ik al, wat is er met die borst aan de hand? Als we dus drie asymmetrische temperaturen hebben ten opzichte van die andere borst, dan noemen we dat een hoger niveau van zorg en zullen we iemand meteen doorverwijzen naar de huisarts. Het liefst om een echogram te laten maken. In Nederland zijn we gewend, als we naar het ziekenhuis gaan, ja, zo'n protocol, je krijgt eerst een mammogram. Er is ook nog de borstpolie in Nederland en de borstpolie maakt alleen maar echogrammen. Ja, dus als je zegt van, nou, ik wil het echt niet, of je krijgt het in het ziekenhuis, dat je zegt van, goh, ik vind het zo vervelend, ik wil graag gewoon een echogram. Als dat niet lukt, nou, dan kun je altijd nog bij de borstpolie aankloppen. Ja. Dus, en wat het mooie is, als wij dan bijvoorbeeld dat niveau van zorg weer naar beneden hebben, door alle tips die je zelf bent gaan doen, dan kunnen we na verloop van tijd, na 3 of na 6 maanden, kunnen we weer eens kijken van, hé, wat is er nou gebeurd? Heb je het opgelost? Krijgen we nu 2 mooie blauwe borsten te zien, die gewoon mooi egaal blauw afgekoeld zijn? Hè, dat is de bedoeling. Dat is het leuke van thermografie, behandelingen, dingen zelf doen, en na verloop van tijd gewoon weer monitoren om te kijken of het allemaal goed gaat. Even kijken, we hebben een vraagje. We hebben veel meer vragen inmiddels al. hoe beoordeel je dat als je borstoperatie gehad hebt? Dat kun je niet vergelijken. Nee, precies. Dus stel dat één borst is weggenomen of een borstbesparende operatie heeft gehad. Dan wordt de borst die nog intact is, in zichzelf geïnterpreteerd. En dus ja, ik doe de interpretaties inmiddels ook zelf sinds 1,5 jaar. En dat ben ik gaan doen na mijn opleiding, ook nadat ik 5000 onderzoeken had gedaan. Dus ik kan een borst dan gewoon goed interpreteren. Ik zie wat er gaande is, ik kijk in verschillende paletten mee. Natuurlijk kijk ik ook naar de geschiedenis, dus ja, dat kan je dan niet vergelijken. De volgende vraag is van Desiree. Ik had recent een korte uitwisseling met Henry Dijkman, jullie wel bekend. Ja, Henry Dijkman, even voor de andere mensen, is patholoog in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Hij noemde zeoliet als geschikt middel om siliconen uit het lichaam af te voeren. Kennen jullie dit mineraal? Nee, dat kennen we dus nog niet. Het schijnt wel vrij heftig te kunnen zijn. Het wordt ook ingezet als binder van zware metalen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk dat we daar kennis over krijgen. Want ja, die siliconen uit die borstimplantaten, of zelfs uit matjes ergens anders in het lichaam, gaan nou eenmaal in dat vetweefsel zitten en komen er niet meer uit. Ik heb wel iemand gehoord die ongelooflijk veel succes heeft gehad met hoge doses innemen van bicarbonaat. Hoe heet het? Baking soda. 250 milliliter per dag, doordrinken, 4 maanden lang. Urine ging naar plastic ruiken en daarmee zijn heel veel klachten opgelost. Dus ja, zeoliet lijkt me fantastisch. Ja. Ik ken de zeoliet inderdaad ook uit klei. Ah, ja. Marion zegt het net inderdaad ook, maar ik ken hem ook uit klei. Ja, ah ja. 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 Dan nog een vraag, wat doen littekens op een thermogram? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Als littekens zacht zijn en toch een goede doorstroming hebben, van een doorbloeding hebben, dan zien we daar in principe niks van. Dus als er een normale fysiologie is, dan wil ik gewoon 2 mooie blauwe borsten zien zonder allerlei patronen er doorheen. Maar heel vaak zie ik dat vrouwen met een borstoperatie, een reductie of een borstbesparende, toch allerlei patronen hebben. Kennelijk gebeurt daar dus toch iets wat niet lekker verloopt.
En dan is mijn eerste opmerking van laat alsjeblieft een borstweefselbehandeling doen of een borstbehandeling of een littekenbehandeling. Ook al is die operatie jaren geleden, ga het toch doen. Wat zou jij zeggen, Janine? Ja, eens. Ik heb onlangs de opleiding tot littekenbehandelaar afgerond. En ik haal echt verbluffende resultaten, moet ik zeggen. Het is echt een hele mooie toevoeging in de praktijk. Waarbij zowel wat versere littekens als oude littekens gewoon heel goed behandeld kunnen worden. Ik zie vrouwen die 20, 30 jaar geleden bijvoorbeeld een keizersnede hebben gehad. En die daar nog steeds bewegingsbeperking in hebben. Omdat ze gewoon, dat is zo naar elkaar toegetrokken. En die na een aantal behandelingen gewoon geen last meer hebben. Maar ook op de borsten. Littekens die naar binnen getrokken zijn. We zien vaak aan de buitenkant een litteken zitten. Het uitwendige litteken. Maar we hebben ook een inwendig litteken. En we kunnen aan de buitenkant behandelen. Maar als we dat inwendige litteken niet ook meenemen, dan blijft er vaak toch een bewegingsbeperking in zitten. Of pijnklachten, of een stagnatie van lymfedoorstroming, of een verslechterde doorbloeding. Dan blijf je het dus zien op de thermogrammen. Ja, dus precies. Ik ben er erg voor om dat goed te laten behandelen. Ja. Ja, precies. Dan komt er nog een opmerking. Ik wil erop wijzen dat je met bicarbonaat heel voorzichtig moet zijn, omdat je het maagzuur neutraliseert en invloed heeft op de spijsvertering. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Klopt, ja. En daarmee ook de vertering en weer op de opname afvoer vanaf. Ja. Het is maar net wat in iemands leven op een bepaald moment zwaar weegt. En dan denk ik, goh, als je dat tijdelijk doet, omdat je echt even iets wil doorbreken, dan is dat gewoon een keuze. Ja. Als je een vraag hebt, zet hem onder in de chat. En dan kunnen we hem meenemen. Hier nog een vraag voor jou, Janine. Behandel je door middel van massage? Of waar bestaat de behandeling uit? Oh, naar mijn idee had ik dat net uitgelegd. Maar daar ben ik daar niet duidelijk in geweest. Of ze is net binnengekomen. Dat zou ook kunnen. Een behandeling kan bestaan uit littekenbehandeling, lymfedrainage, bindweefselbehandeling, borstweefselbehandeling. Ja, zie je, ben later binnengekomen. Dat snap ik maar, Jan, dat je dat niet meegekregen hebt. Voor mij is een borstbehandeling een combinatie van alle technieken bij elkaar. Afhankelijk, weet je, het is in mijn ogen altijd maatwerk. Dat maakt het dat het een therapie is. En kijken we dus samen van, wat heb je meegemaakt? En wat heeft dus jouw borstweefsel nodig? Ik zeg altijd, het is net een beetje als een tekenaar of een schilderaar. Een schilder is het, ja. Ik begin met een mooi blanco palet. En aan de hand daarvan, wat de klant inbrengt, gaat er een beeld ontstaan van hoe een behandeling eruit mag zien en welke technieken er gebruikt gaan worden. Is daarmee je vraag beantwoord, Marion? Anders zet het maar even in de chat. Ja. Even kijken hoor. Ja, ik ben later binnengekomen. Ja. Als er soms donker vocht komt uit die tepels, waar wijst dat dan op? Ik heb, als ik hem mag beantwoorden, Janine. Ik heb het idee dat vocht uit de tepels te maken kan hebben met kiestes die knappen. Dus er komt vocht los, dat zoekt een uitweg. Ik vind het altijd wel heel belangrijk dat vrouwen goed letten op welke kleur dat vocht heeft. Als het helder vocht is, kan dat vaak geen kwaad. Is het groen, geel of zwart-bruin, dan zou ik het toch even mee langs de huisarts gaan. Wat veel vrouwen mij laten weten, is dat ze regelmatig knijpen in hun tepels om te kijken of er nog wat uitkomt. En ik wil je echt adviseren dat niet te doen, omdat je het borstweefsel, wat je hier ook ziet op de foto, direct achter de tepel liggen de melkklieren. En je irriteert dat enorm door er constant in te knijpen. Dus dat zou ik gewoon niet doen. Heb jij daar nog een antwoord op, Janine? Eens, niet in knijpen. Want als er een proces gaande is geweest van wat dan ook, dan je activeert dat iedere keer. Dus ik zie het als een soort van wondje, wat je dan ook gewoon iedere keer weer het korstje vanaf krabt.
Ik heb een klant die al sinds jaar en dag vocht uit de tepels heeft bij Tijd en Weilen. Al heel veel gecontroleerd, ook met MRI's en alles. En er is gewoon niks aan de hand. Ja, zeg het maar. Ja. Waar komt het dan vandaan? Ze weten het niet. Maar het hoort dus blijkbaar bij haar. Ik ben er altijd erg van dat als je met iets niet bekend bent. En het is dus nieuw voor je, wat er gebeurt met je borsten. Dat vind ik altijd een moment van alertheid. Op het moment dat jij al sinds jaar en dag bijvoorbeeld 1 ingetrokken tepel hebt, ja, dan is dat niet zo spannend. Maar sta je op een gegeven moment voor de spiegel en je ziet dat 1 tepel in begint te trekken, dan denk ik, dan mag je alert zijn, want dat is dus een verandering in de kwaliteit van je borst. En dan mag je alert worden. Ja, absoluut. Ja. En zeker als het aan 1 kant is, want we weten al 40 jaar dat ernstige borstklachten zich doorgaans maar in 1 borst tegelijk ontwikkelt. En waarmee we ook meteen even komen op, hoe doe je nou goed zelf borstonderzoek? Dat is niet meer asymmetrisch zoals we lezen op het internet van hand op je hoofd en een hand op je borst. En op zoek naar een knobbel. Nee, het gaat erom dat we 2 handen tegelijk tegen de borsten, ik zeg altijd tepels in de kuiltjes van je handen, leg die tegen je borsten aan en voel of er verschillen zijn. Dat is natuurlijk een heel andere benadering als dat je met 1 hand in taartpunten verdelende borst op zoek gaat naar een knobbel. Kijk, achter die tepel liggen de melkklieren. Dat zijn allemaal hobbelsknobbels. Je bent heel snel in de war. Dat is ook de reden dat heel veel vrouwen laten weten, ik doe het niet meer, want ik word er bloednerveus van. Ik ben ermee gestopt. Het gaat dus over, voel je verschillen tussen de een en de andere borst. En natuurlijk is de een groter dan de ander, dat is normaal. Maar het gaat erom, voel je aan de ene kant een schijf, een draadje, een verharding, weet ik veel wat. Maar als je dus echt een duidelijk verschil voelt, ja, ga dan even bij de huisarts langs. Had je daar nog wat over willen zeggen, Janine, of willen voegen? Nee, klopt. Nee. Ja. Oké, dan hebben we nog weer een vraag. Ik zou graag een borstverkleiningsoperatie laten doen. Raden jullie dat beide sterk af? Ik heb daar wel, ja, een idee over. Ik kan het me voorstellen. En ja, een vrouw moet dat gewoon helemaal zelf beslissen. Ik als thermograaf zie echter bij bijna alle vrouwen die een borstverkleining hebben gehad, tot jaren later nog onrustige thermogrammen. En dat hoeven niet onrustige borsten te zijn, maar die thermogrammen die worden nooit meer helemaal, ah, 2 mooie blauwe borsten. Ja, ik weet het niet. Dit is het enige wat ik erover kan zeggen. En ik denk, goh, ja, moet je snijden in gezond weefsel? Ik kan me voorstellen dat de vrouw last heeft van, ja, erg grote borsten. Maar jij, Janine, want jij bent ervaringsdeskundige. Ja, ervaringsdeskundige, ja. Ja. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van hoe oud ben je. Weet je, ik was 17. Wat ben je in dat opzicht als je 17 bent? Wat weet je van je eigen lijf als je 17 bent? Ik kan me nog herinneren dat de dokter toen tegen mij zei, ja, het kan zijn dat je dan tegen die tijd misschien geen borstvoeding meer kan geven. En dat ik daar echt van, ja, dus? Het zat totaal niet in mijn belevingswereld. Dus de vrouwen die ik tot nu toe behandeld heb, die een borstverkleinende operatie hebben gehad, tot zeg maar even grofweg, halverwege de 20 en daarvoor. Die zeggen eigenlijk bijna allemaal, als ik dat had geweten, had ik het niet gedaan. Inclusief mezelf. Zijn de vrouwen ouder, dan ben je meer bewust van je eigen lijf. Je maakt op een hele andere manier een keuze. Je gaat dus ook met de zelfzorg daarna, de nazorg, ga je op een hele andere manier mee om. En ik zie dat die vrouwen er dus ook op een hele andere manier in staan. Die zijn blij dat ze het gedaan hebben. Want die hebben veel langer al, ja, naar dat moment toegeleefd om die operatie in te gaan. Dus die instelling van het lichaam is anders. Die instelling van de mind is anders. En ik denk dat dat wel echt een wezenlijk verschil is. Ook voor het genezingsproces. En hoe je er dus in de jaren die volgen ook emotioneel mee omgaat met je borsten. En hoe je het laat herstellen, slash wat je eraan gaat doen om het goed te laten herstellen. Ik denk dat dat echt een groot verschil maakt.
Ja, ja, mooi gezegd, Janine. Ja. Ja. Zeoliet is geen klei. Het is een mineraal dat je via druppels inneemt. Graag onder begeleiding. Oké. Ja, dankjewel, Desiree. Oké. Vocht uit kiestes wordt afgevoerd door lymfe. Nooit knijpen in borsten. Ja, precies. Dan zegt Janine de Heert. De hert, ik heb dat inderdaad ook al heel lang en dokters wisten het inderdaad ook niet. Ja. Desiree zegt nog, manuele lymfedrainage helpt goed tegen afvoeren van vocht uit kiestes, zeker in combinatie met lymfetaping. Ja, prachtig. Mieke vraagt, hoe pijnlijk is een borstbehandeling of hoe pijnlijk kan het zijn? Ik heb op andere plekken wel bindweefselbehandelingen gehad en dat was niet altijd fijn, zeg maar. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is, het is iets wat ik frequent terughoor als vrouwen horen over bindweefselbehandeling. Dan is het dan toch vaak het beeld van diepe bindweefselmassage. En dat is gruwelijk pijnlijk, kan ik je vertellen. Dat is echt geen lolletje om te ondergaan. De bindweefselbehandelingen die wij doen zijn superzacht. Het is heel kwetsbaar weefsel. Dus dat hebben we ook heel zacht en voorzichtig te behandelen. Dat wil niet zeggen dat we niet diep gaan, want je kan zacht en diep gaan. Kan het pijn doen? Ja, het kan pijn doen. Want we kunnen plekken raken die pijnlijk of gevoelig zijn. Is dat de intentie van de behandeling? Wel lange na niet. Sterker nog, ik heb liever dat je helemaal geen pijn hebt. Maar we hebben handjes en ik heb geen röntgenvingers, ik heb geen röntgenogen. We kunnen er niet in kijken. Op het moment dat ik aan het behandelen ben. Dus tijdens het behandelen kan het zo zijn dat we plekken raken die gevoelig zijn. En dan is het een kwestie van aangeven en zorgen dat je daar dus met de therapeut goede afspraken over maakt van wanneer ga jij aangeven dat het gevoelig is. Op de pijnschaal van 0 tot 10, waarbij een 10 maximale pijn is en je borsten worden er zonder verdoving afgehaald. Dat is een 10. Dan wil ik dus eigenlijk dat je met een 4... gaat aangeven dat het een 4 is. Ze zeggen met een 7 begin je te verkrampen. Dat stadium wil ik al helemaal niet bereiken. Dus ik wil dat je er ver onder blijft. En veel vrouwen zeggen, ja, maar bij een 4 is het net aan gevoelig. Nou, precies. Dat is dus eigenlijk wat ik wil. Dat je dan gaat aangeven dat het gevoelig gaat worden. Want dat is het moment waarop je nog er eigenlijk nog van binnenuit, zeg ik altijd maar, ontspannen naar kan kijken. Je kan het op een ontspannen manier aandacht geven, want van pijn rennen we over het algemeen weg. Terwijl pijn veelal een uitnodiging is om er juist naar te kijken en het aandacht te geven. En als je daarvan schrikt, omdat het ineens een 7 of hoger wordt, wordt het een ander verhaal. Maar ik heb dat liever al bij een 3 of een 4, dat we er samen naar kunnen werken en zorgen dat die pijn afneemt. En dat doet het dan ook eigenlijk altijd. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, ik vind het ook leuk om even mijn eigen ervaring te delen met over die borstweefselbehandeling die ik de eerste keer kreeg. Dat er een punt aan werd geraakt. Ik dacht van, dat is echt een klein, heel spelde knop, klein pijnpunt. Maar ja, de therapeut hield het vast en ik voelde het wegsmelten. Ja. En ik dacht van, ja, waar is het nou? Je zit niet meer op dezelfde plek. Nou, zelfs ik zit nog precies dezelfde plek. Het was gewoon weg. Het smolt weg. Maar wat ik ook heel bijzonder vond de behandeling, was dat ik na de behandeling echt, ik voelde me misselijk. Ik voelde me dat ik dacht van, gadver. Ik had echt het gevoel dat er heel veel afvalstoffen waren losgekomen. En ik moest veel drinken. Ik ben de dagen daarna, ik heb alleen maar wat fruit en groentesappen heb ik gehad. Gewoon om al die afvalstoffen weer goed kwijt te raken. En toen besefte ik me pas echt van, jeetje, wat zit er in die borsten opgeslagen. Nu doe ik een borstweefselbehandeling of borstbehandeling, hoe je het maar noemen wil. 1 keer per jaar. Gewoon preventief. En ik heb lang niet altijd een BH aan. Maar gewoon, ja, uit preventie vind ik het gewoon prettig om dat elk jaar even te doen. Ja. Zou jij vrouwen aanbevelen, Janine? Hoe vaak? Ja, wat ik... ik wil eerst een stukje... Wat je zei inderdaad van... dat je dus daarna zo gammel was, om het maar even zo te zeggen. Gelukkig is dat een reactie die niet heel veel vrouwen hebben. Vaak voelen ze wel dat er het een en ander gebeurd is. Sommigen die merken inderdaad, die zijn wel wat moeier.
Maar minder lekker gebeurt gelukkig maar heel weinig. Dus dat wil ik wel even aanvullen. En wat zou ik adviseren? Nou, mijn advies is eigenlijk minimaal 2 keer in een jaar. Hè? Dus we starten een behandeltraject, zoals ik dat dan noem. Ik heb een beetje een hekel aan het woord traject, maar ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. De set behandelingen of zo. Waarbij je eens in de maand voor een behandeling komt. En dat doe je dan 3 keer. Met 2 keer kijk ik meestal, is die 3de keer nog nodig? Maar nou ja, bij de een wel en bij de ander niet. Dat is heel erg afhankelijk van de kwaliteit van het weefsel en wat er gebeurt. En of er nog meer processen draaien, noem maar op. Maar er komt een moment dat ik zeg van, nou weet je, nou kunnen we de tijd ertussen gaan verlengen. En dan is het een beetje afhankelijk van het verhaal van de klant. En hoe haar lichaam reageert. Hoe lang we ertussen laten zitten. Veel van mijn klanten kiezen ervoor om een behandeling eens in de 3 of 4 maanden te doen. Sommigen zeggen, ik doe het eens in het half jaar. Er zijn er ook heel veel die in het begin hebben gezegd, ik doe eens in het half jaar. En die komen na een half jaar terug. En dan moeten we concluderen dat het half jaar te lang was. Dus dan moeten ze gelijk alsnog weer 2 behandelingen inplannen. En dat vind ik jammer. Plus dat ze dan ook vaak komen met de mededeling, ja, mijn klachten zijn terug. Ja, dan heb je dus eigenlijk net te lang gewacht. En dat is jammer, want dat hoeft niet. Dus ja, mijn ervaring is, het merendeel van mijn klanten komt met 3 à 4 keer, ja, 3 à 4 keer per jaar vervolgens in onderhoud. Oké, ja. Ik heb weer een vraag, Janine, en er staan er alweer nieuw. Er staan alweer 8 vragen, dus we gaan er even doorheen, hoor. Bij de reguliere geneeskunde wordt direct verwezen naar mammo en echo. En de echo alleen is echt problematisch om die te laten doen. Dus waarschijnlijk beter naar ortomoleculaire arts. Ja, kijk dan gewoon eens op borstpolie.nl. Ik zal het onderin de chat zetten aan iedereen. Want dat is gewoon handig. Dan heeft iedereen dat, borstpolie.nl. Kijk even bij hun op de site. Ze zitten in Amstelveen en in het zuiden van Nederland. Ten zuiden van Antwerpen hebben we ook in Haag hebben we dokter Anne Damus. Zij is ook een hele goede echograaf. Daar kun je ook zo naartoe. Oké. Even kijken. Welke vraag zijn we dan? Ja. Ik vind het ook fijn met de borstpolie om nog toe te kunnen voegen. Zodat vrouwen een klein beetje een beeld krijgen wat de borstpolie dan doet. Ja. Dat zijn 2 mannen die eigenlijk niks anders doen dan borstecho's maken. Ga je in een ziekenhuis voor een borstecho, dan sta je 5 minuten later buiten en hebben ze over het algemeen genomen 1 borst gecontroleerd. En dan heb je te horen gekregen, er is wel wat of er is niks wat en je staat weer buiten en je hebt eigenlijk een beetje nog niks. Bij de borstpolie gaat het er iets anders aan toe. Daar kom je binnen en 3 kwartier tot 1 uur later sta je pas weer buiten. En je staat buiten met in je rugzak een hele berg aan kennis over je eigen borsten. Want de heren bespreken met jou wat ze zien. Dus je kijkt mee op zo'n echo-scherm. Ze leggen uit wat je ziet. En vervolgens vertellen ze dus, nou, bijvoorbeeld in mijn geval zagen we ook kiestes. Nou, dan gaan ze dus ook vertellen waar zitten ze dan exact, hoe groot zijn ze, hoeveel zijn het er. Ongelooflijk veel kennis loop je mee uit de deur. En beide borsten zijn gecontroleerd. Niet maar 1, maar beide. Ja, want het gaat over de asymmetrie. En ja, dat snappen deze 2 artsen ook. Dus dokter Melke, dokter Van Bodegom. Ja. Snappen allebei dat het gaat over asymmetrie. Precies. Dus de ene borst moet hetzelfde zijn als de andere. Ja. Ja. En ze zien het verschil tussen een kieste, een fibroadenoom, een vetbult. Mm-hmm. En als ze denken, dit is serieus, dan zullen ze je doorverwijzen naar de Alexander von Roos. Ja. Oké, volgende vraag. Mijn 2 borsten zijn geamputeerd. Ach, Wil, ja. Strakheid die ik voel, kan door borstbehandeling verminderen? Dan zou ik het niet zozeer borstbehandeling willen noemen in dat geval, maar veel meer gericht op littekenbehandeling. Ja, er komt ook een stuk borstweefselbehandeling bij kijken, omdat je fysieke borst is weg en borsten zijn weg. Maar de energetische borsten zitten er nog steeds. Maar we gaan het in dat geval veel meer hebben over littekenbehandeling. En dan kan die strakheid vaak wel afnemen. Ja, ik zal ook eventjes in de chat zetten wie er in België zijn.
Dat is Leen Steijaert. En zij zit in Houten. Leen Steijaert. En Eva Leens. Je kunt het ook via, het vinden via de website van de Groene Zuster. En Eva zit een boom. Ja, degroenezuster.nl. En dan kijk je even bij bord weefselbehandelingen. Daar vind je Leen en Eva in, ja, hè, in België. En ja, Leen ken ik. Ja. Ze heeft ook veel boeken geschreven. Wie kent Leen niet? Ja. Fantastisch. Wat zei je nou nog, Janine? Ja. Dus ja, we gaan even naar de volgende vraag dan. Ja. Wordt de borstpolie vergoed? Dat dacht ik niet. Nee, hè? Nee, de borstpolie wordt niet vergoed. Echter, je betaalt bij de borstpolie voor de eerste keer dat je daar komt, betaal je €90. En kom je een keer een vervolg, dan betaal je €70. En je bent niet verplicht te betalen, want je betaalt namelijk aan een goed doel. En dat goede doel, dat is namelijk dat deze twee heren hun kennis overdragen aan vrouwen in de Afrikaanse landen. Om daar met goede echo-apparatuur te kunnen gaan werken en dus echo's te kunnen doen bij andere vrouwen. Niet alleen van de borsten, maar ook van de baarmoeders. Want in de Afrikaanse landen hebben ze meer problemen met de baarmoeders in verband met de grote hoeveelheid kinderen dan met de borsten. Dus je betaalt aan een goed doel. En het allergrootste voordeel daarvan is, is dat je het aan het einde van het jaar ook op kan geven bij de Belastingdienst. En het dus weer aftrekbaar is. Ja, precies. Ja. Iemand vraagt nog, kan thermografie ook in België? Ja, dat kan. Ik zit in een praktijk in Mortsel bij Antwerpen. En in de praktijk van dokter Hadji, Amel Hadji. Zij is een arts voor functionele geneeskunde. En dat is in bij Gent. Ik moet nog even wennen aan de naam. Bij Gent. Staat op, bij ons op de website. Dus ik heb twee plaatsen in België. Oké. Even kijken hoor. Dan nog een vraagje. Ik heb 10 jaar geleden borstkanker gehad. En ik heb daarom jaarlijks een mammo. Begrijp ik goed dat ik dat niet moet doen? Na de borstpolie is beter? Vraagteken. In het ziekenhuis kunnen ze namelijk goed eventuele veranderingen vergelijken met voorgaande jaren. Kijk, even het grote verschil tussen mammografie, echografie en thermografie. Beeldvormende onderzoeken in de ziekenhuizen kijken naar veranderingen in structuur. Dus er moet een structuur, een weefselverandering moet er al zijn, dat ze met mammografie of echografie kunnen zeggen, hé, we zien wat. Dat maakt dat die twee technieken niet preventief zijn. Is wat het is, geeft niet. Maar met thermografie kijken we naar een heel andere fase. Op het moment dat er een knobbel, een vetbult, weet ik veel wat, is gegroeid in die borst, dan ben ik als thermograaf al benieuwd, wat is het proces wat daaraan vooraf is gegaan? Want het moet ergens beginnen met een ontstekingsreactie. Dus er moet ergens een asymmetrie, temperaturen ontstaan tussen de ene en de andere borst. En op dat moment kun je zeggen van, hé, we hebben hier een asymmetrie, wat is hier aan de hand? Doe dan een vervolg met echografie, want ik weet al, die asymmetrie zit in de linkerborst op 3 uur. Ik noem maar wat. Dan kun je met echografie heel gericht kijken, de linkerborst op 3 uur. Dat is ook waarom ze graag mammografie als eerste doen. Want een mammogram maakt die borst plat en dan kunnen ze die hele borst afkijken en dan zeggen ze, het zou kunnen zijn dat in de linkerborst op 3 uur dat daar iets zit. Weet je wat, we gaan een echo doen van de linkerborst op 3 uur. Dat is hoe het werkt. Dus als je die mammo weghaalt, ze weten gewoon niet waar ze moeten beginnen met die echografie. Dat is echt een zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom zeggen ze vaak nog van, oké, eerst een mammo, hè, dat is protocol, daarna misschien een echo als nodig is. Maar vrouwen willen zo graag die echografie. Maar je hebt toch iets nodig, waardoor die echograaf kan gaan denken, ja, maar waar dan? Hè, dus als ik een echo krijg op de borstpolie, hé, ik heb cupje B, daar zijn ze zo mee klaar. Maar kom je daar met cup G, weet ik veel wat, binnen? Nou, dan zijn ze wel even bezig. Zeker als je niet weet waar je moet beginnen. Je kunt natuurlijk aangeven, goh, ik heb daar pijn, of heeft daar iets gezeten. Hè, maar ik hoop dat ik op deze manier toch een beetje duidelijk heb gemaakt wat nou het verschil is tussen die echografie, mammografie die anatomisch kijkt en thermografie wat fysiologisch kijkt. Janine, wilde jij daar nog wat van zeggen? Nee,
Helemaal prachtig uitgelegd. Ja, dus hè, 10 jaar geleden borstkanker gehad. Ik heb daarom jaarlijks een mammo. Grijp ik goed dat ik dat niet moet doen? Nou, dat zullen wij dus nooit zeggen. Doe wat jij vindt dat goed is voor jezelf. Maar zorg dat je goed geïnformeerd bent. Want ik vind dat we in Nederland een keuzevrijheid hebben voor onze gezondheid. Maar je hebt alleen maar keuzevrijheid als je weet welke keuzes heb ik dan. Als je niet geïnformeerd wordt over die keuzes, dan heb je geen keuzevrijheid. Dus ik hoop dat ik met deze informatie je toch een beetje een vrijheid heb gegeven. En dan is het aan jou wat je wil. Even kijken hoor. Thermografie kan in België, ja. Wat kun je met de energetische... Oh, wacht even. Wat kun je met de energetische borst doen als de borst geamputeerd is? Vraag voor jou. Ja, dat is een mooie vraag, hè? Op het moment dat je met een lichaam werkt, werk je altijd met energie. We bestaan nou eenmaal uit energie. In welke vorm dan ook. En in dit geval is dat gewoon een wat meer vastere vorm. Maar de energetische borst op het moment dat die geamputeerd is, die is er nog steeds. Dat is hetzelfde als dat er een beenamputatie plaatsvindt. Waar komen dan bijvoorbeeld die pijnen vandaan die men nog steeds kan ervaren? Hè, die fantoompijnen. Dus ja, wat behandel ik dan? Ik behandel dus de energetische borst. Ja, en hoe ik dat doe? Ja, met mijn handen en in de energie. Ja, ik kan het niet plastischer maken dan dat. Ja. Maar fijn dat je dat kan. Leg maar uit hoe je energetisch werk doet. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Kan een thermografie ook een voorloper zijn voor een echo? Ja, absoluut kan dat. Hè, dat is iets wat ik zelf heel graag zou willen. Hè, want er is nu een bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 plus. Kan niet eerder, want we zitten met dicht borstklierweefsel. En dat dichte borstklierweefsel, ja, dat ziet er op een mammo helemaal wit uit. Hetgene waar ze naar op zoek zijn bij een mammogram is een tumor, die is ook wit. Ja, dat zoeken naar een sneeuwbal in een sneeuwstorm. Je moet dus wachten tot die vrouw door de overgang heen is. Dan vervet die borst wat meer, dat dichte borstklierweefsel neemt wat af. En daardoor kunnen ze steeds beter door die borst heen kijken. Wat ik voor me zie, is dat er een extra onderzoek komt voor vrouwen tussen 30 en 50. Waarbij we zeggen, oké, we maken een thermogram en een echogram, want die twee die sluiten ontzettend mooi op elkaar aan. En dan heb je echt een preventief onderzoek voor jonge vrouwen. En wat ik vroeg, er zag laatst iemand, die was op Facebook, een vrouw die zegt, we moeten het borstonderzoek vervroegen naar 40. Ik denk, ja, maar dat heeft geen zin. Ik zit met een dichte borstklierweefsel. Ik snap het, dat ze het eerder wil, vanwege de angst voor borstkanker, maar het heeft geen zin. Je krijgt alleen maar veel meer vals positieve uitslagen. Dus ik denk niet dat we die kant op moeten. En dus ja, een thermogram kan een goede voorloper zijn van echografie. Want als wij een hoger niveau van zorg hebben, is mijn voorkeur, laat een echogram maken. Ja. Volgende vraag. Ik heb een borstreconstructie gehad met Omentum. En een borstverkleining aan de andere kant. Hoe kun je deze twee borsten vergelijken? Dus een reconstructie met Omentum. Nou weet ik niet wat Omentum is. Weet jij dat, Janine? Nou, ik zat ook net eventjes te kijken. Want ik ben ook niet bekend met die naam. Dus ik was aan het googelen ondertussen. Oh, fijn. Ja. Zat te zien. Eigen weefsel vanaf de maag. Ah, ik snap het. De buik. Nee. Ja. Ja, dan heb ik hem. Oké. Ja. Dus we hebben twee totaal verschillende borsten. Ja, Eén borst is een borstreductie. Hè? Dus dat is nog echt eigen borstweefsel. Maar die andere borst is eigenlijk de buik. Dus die kun je natuurlijk never nooit met elkaar vergelijken. Hè? Dus er is waarschijnlijk een amputatie geweest en een reconstructie met buikvet. Fantastisch mooie borsten worden dat overigens. Maar die kan je dus niet vergelijken. En dus moet je weer het verschil maken van, oké, ik ga die borst in zichzelf interpreteren met thermografie. En dat kan. Hè? Maar vergelijken gaat niet. Nee. Sterker nog, tijdens het behandelen van borsten met een borstbehandeling, ja, heeft een collega van mij, de vrouw in kwestie, zeg maar, zij was aan het behandelen en de desbetreffende dame die vroeg op een gegeven moment, god, ben je nu op mijn buik bezig? Ah, gosje. Ja. Oh. Dus energetisch was het blijkbaar nog steeds, zeg maar,
getrimd als zijnde, het is buikweefsel in plaats van borstweefsel. Dus daar mocht energetisch echt nog wat mee gebeuren. Ja. Ja, heel bijzonder. Er vraagt iemand, hebben jullie een adres in de buurt van Toulouse, Frankrijk? Nee. Ik ken wel een thermograaf in Frankrijk. Ik weet niet of die echt onderzoek doet. Het dichtstbijzijnde adres, ja? Ja, wie zat er in Spanje? Rijke Garcia, maar die zit in Tenerife. Of zit er iemand in... Nee, er zit ook misschien iemand in Barcelona. Die Nederlandse dame die in Spanje en in Engeland zit? Ah ja, Jeanette. Ja, Jeanette, dat Jeanette. Was ja, ja, kon niet op de naam komen. En anders even kijken via de website, de IAMT, die heeft namelijk thermografen wereldwijd. Ga dat even weer in de chat zetten, www.iamtonline.org. Dat is de internationale beroepsvereniging. Het is de Institute for the Advancement of Medical Tomography. Zij hebben een locator tool. Dus je kunt daar find a tomographer en dan wereldwijd kun je intoetsen. En dan, dan kun je kijken wie zit nou eigenlijk waar met een thermografiepraktijk. Zitten allemaal goed opgeleide thermografen. We gaan even kijken hoor. Heel erg bedankt, beste vrouwen. Ik heb er heel veel aan gehad. Fijn. Ah, dankjewel, Jelly. Nou, even kijken hoor. Als je jaar na jaar te horen krijgt dat er op een mammogram niks waar te nemen is door het verdicht borstklierweefsel, is het toch niet meer nuttig om dit te blijven doen? Ja, weet je, de vraag is, wat wil je dus met zo'n mammogram? Wil je elke 2 jaar daar naartoe gaan om te horen, nee, je hebt geen kanker? Dat is een... ja, anti-kankerplan of zo. Ik zou denken, probeer eens om te denken naar borstgezondheidsplan. En ga eens kijken van, wat kan ik doen om die borsten zo gezond mogelijk te houden? Dat niet wil zeggen dat als het fout gaat dat je op je kop krijgt. Zo werkt het niet. Maar je kan zoveel doen om ze gezond te houden. En dat is, kijk, vroegtijdig naar laaggradige ontstekingen. Of als één borst intens koud is, hypotherm. Hey, dat is voor mij ook een waarschuwingsteken. Dus ik denk dat je met thermografie in combinatie met echografie een waanzinnig goed onderzoek hebt. Dus het is maar net, ja, wat zou je willen? Waar voel je je zeker bij? Wat vind je prettig? Ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is tussen angst en liefde. Ja. Wat is dus voor jezelf de insteek om de mammogram ieder jaar te doen? Ja. Is dat vanuit een bepaalde liefde voor jezelf of is dat vanuit angst voor een aandoening? Ja, maar veel vrouwen is het ook onwetendheid, hè? Ook, ja, zeker. Die krijgen een oproep voor het bevolkingsonderzoek. Ja, je gaat gewoon. We hebben ook geen notie van andere keuzes. Dus die keuzevrijheid is er dan weer niet. Nee. Oké, volgende vraag. Heeft een borstweefselbehandeling invloed op hormonale onbalans? Vraagt Mieke. Ja, zeker. Ja. Regelmatig zie ik borsten waarbij de vrouwen last hebben van oestrogeendominantie. En door het behandelen van de borsten merken we dat die oestrogeendominantie vermindert. Die klachten die verminderen. Dus ja, je zal meer moeten doen dan alleen maar een borstbehandeling om dus de hormonale onbalans eruit te halen. Want die heeft een andere oorzaak. Maar de klachten rondom de hormonale onbalans die zich in de borst hebben ontwikkeld, die kun je wel wegnemen. Wat ik tevens vaak zie, is dat vrouwen na een borstbehandeling, dat daar ook een wisseling is in menstruatie. Dus soms heb ik vrouwen die dus al heel lang niet meer menstrueren, die ineens nog een menstruatie krijgen. Die schrikken ze graag helemaal de rambam. Want die dachten, we hebben het toch achter de rug. En dan zeg ik altijd, dat zal het laatste restje zijn wat er nog even uitgegooid wordt. En dat is dan ook vaak zo. Tegelijkertijd zie ik dus inderdaad ook, bijvoorbeeld bij vrouwen met een kinderwens, waarbij er sprake is van een hormonale onbalans. Borsten en baarmoeder communiceren met elkaar. Dus op het moment dat ik de borsten behandel, dan ben ik nog steeds bezig met een stukje vruchtbaarheid. Ook daarin spelen natuurlijk die hormonen ook een grote rol. Dus er is meer nodig dan alleen maar borstbehandeling, maar heeft het er invloed op? Ja. Prachtig zeg. Gaat steeds meer waarderen, die borstbehandelingen.
Is de mammografie wel nuttig voor kleine borsten? Het is ook heel pijnlijk, zegt Evelien. Ah. Ja, hoe nuttig is het? Ja, weet je, we blijven eigenlijk hetzelfde zeggen. Grote borsten, kleine borsten. Mammografie kijkt alleen naar weefselverandering die er al moet zijn. En dat maakt, omdat iets, wat dan ook, er al moet zijn, zodat ze met die röntgen kunnen zeggen, hé, we zien wat, maakt dat het niet preventief is. In de reguliere wereld wordt dan natuurlijk gezegd, ja, maar je was er heel vroeg bij, maar het was er al. Het is maar wat je wil. Ik voor mezelf zou denken, ik zou heel vroeg willen weten of er asymmetrie in temperaturen is tussen mijn borsten. Iets wat je gewoon zelf niet kan voelen. Maar met die thermografie zie ik het onmiddellijk. Die camera die meet op elke millimeter van de huid op 100ste graden nauwkeurig. En dat maakt dat we heel precies mee kunnen kijken. Van, is er een asymmetrie? Of wat voor patronen lopen daar dan? En dan kun je er zoveel aan doen. Weet je, dus... Ja. Geef je keuzevrijheid. Ik geef je de mogelijkheid om te kijken naar andere opties. Ja. Even kijken. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Helaas zal ik er nu uitstappen. Heel fijn opgezet. En wie weet het later. Dankjewel, Anneloes. Ja, fijn. Dankjewel, ik moet er helaas ook vandoor. Oké, dankjewel Martine. Nou, inderdaad, we hebben het ook. En we zitten al meer dan een uur te praten, Janine. Niet normaal, hè? Het gaat tijd hard. Laten we eens kijken wat we voor leuks in de aanbieding hebben. Ja. Ja. Ik vind het natuurlijk super tof dat jullie erbij waren. En voor degene die nog nooit een borstbehandeling gehad hebben... Op het moment dat je een eerste afspraak maakt, krijg je 20 euro korting. Normaal gesproken betaal je voor een consult 90 euro. Nu dus dan 70 euro. Wel eventjes melden dat je bij dit webinar aanwezig bent geweest. En de afspraken kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag in Duiven en of Westervoort. En ik ben eens in de maand aanwezig in Den Haag, Rotterdam en Vught. Super, ja. Ja. En hoe in te plannen staat erbij. Dus dat... Ja, precies. Zie je mijn website. Ja. Ja, en ook wij. Ik dacht, ik ga ook een leuke aanbieding maken. Even kijken of die inderdaad de... Ja, nee, nog eentje. Ja. Omdat je bij dit webinar bent, wil ik je bedanken. Hè? Want juist door aanwezig te zijn, we vinden het altijd zo leuk als mensen er echt zijn. Want dan krijgen we interactie, dan krijgen we die vragen, waardoor we echt die verdieping ingaan. En dat is wat we natuurlijk het allerleukste vinden. Nou, dus omdat je erbij was, krijg je 10% korting op een thermogram naar keuze. We hebben natuurlijk het borstonderzoek, we hebben ook het vrouwenonderzoek. Dat is zeg maar het hele lichaam, maar dan zonder armen en benen. Maar we hebben ook een full body onderzoek. Daar zitten dus armen en benen wel bij. Dus als je reageert voor zaterdag 17 april, doe dat dan even door een mailtje te sturen naar irene@degroenezuster.nl. Ik zal het even in de chat zetten, want Irene, die @degroenezuster.nl. En dat kan over heel Nederland en België, ook bij mijn collega's Frauke en Monique. Irene boekt gewoon overal in. Dus je krijgt 10% korting op het thermogram naar keuze. Dus, en dan kun je dat algemene nummer bellen of eventjes een mailtje sturen. Ongelooflijk bedankt dat je er was. Janine, super. Ja? Voor al je kennis, je wijsheid. Heerlijk. Fijn om dit weer samen gedaan te hebben. Ja, zeker. Heel graag gedaan. Het is altijd leuk om dit zo heerlijk zo samen te kunnen doen. Ja, doen we vaker. Ja, gaan we nog vaker doen. Ja, echt wel. Ja, leuk. Ja. Dat zegt Chantal. Bedankt voor de leerrijke info. Hoop op een adresje dichterbij Leuven in België binnenkort voor borstbehandelingen en thermografie. Hartelijk dank. Ja, nou heel erg bedankt dat je er ook bij was. En dankjewel voor de inspirerende info, zegt Lisa nog. Nou, jullie heel erg bedankt dat je erbij was. En wil je deze video aan iemand laten zien? Wijs dan even op de website van de Groene Zuster. Binnenkort komt deze video daar te staan. Ga dan naar informatie en dan naar presentatie. En dan zie je alle video's staan. Dankjewel, Janine. Nou, heel graag gedaan. En mochten er toch achteraf nog vragen zijn, mail me gerust, hè? Ja, dat is helemaal geen probleem.
Heb je je mailadres al in de chat gezet? Nee, nog niet. Dat zal ik gelijk even doen. Ja, en ook even je website. Dan heb je dat ook meteen. Wel even knippen en plakken. Graag gedaan, Janine. Ja, Monica. Ja, heel graag gedaan. Ontzettend leuk dat jullie er allemaal waren. Ja, echt. En we gaan even... we gaan even zwaaien met z'n allen. Leuk. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel. En graag tot de volgende keer. Hè? Tot de volgende keer weer. Dag. Doei, fijne avond. Leuk, al die mensen. Oh, heerlijk. Ja, mooi, hè? Ja, geweldig. Heerlijk. Dag. Ja, leuk. Dag Mieke, dag Wil. Francine ook, hoi. Janine. Ah, leuk. Stella, Helena, Femke. Nou, leuk, hè? Nou, leuk. Dag Janine, heb een fijne avond nog, hè? Ja, jij ook. En bedankt voor vanavond. Ja, jij ook. Doeg! Doeg.